dat is het dan ook, zeg maar. Ja. En dat even extraatje van, nou, dat het jou ook gaat verrassen, of dat het mij gaat verrassen, het wordt bijna soms ook een soort esthetisch dingetje of zo. Mag ik het zo zeggen? Ja, het is een esthetisch dingetje. Ja, maar er zit wel ontzettend veel power en eigenheid in jouw lijn, hoor. En het is heel prachtig gedaan. Alleen dan mis ik nog net even dat, die flats eroverheen. Ik denk, hé, hey, wat dikkie. Wat hier, wat mij betreft, nu wel in zit. Nou, zo. Ik had die met goudskool moeten doen, denk ik. Ja, of iets extra er nog omheen. Ik bedoel, door het materiaal kan het. Maar houtskool is wat expressiever, is wat levendiger. Ja. Ja. Deze van Titia. Nou ja, mooi, wat ik al zei. Een beetje gewoon je eigen... Ja. Ja, maar nu vind ik haar eigen stijl wel een beetje. Het wordt nog steeds verhaal, en er komen meer elementen in waardoor het plaatje nou, misschien nog niet helemaal uitgespeeld wordt. En je begrijpt, of begrijpt het wel zelf. Is het? Ja. Ja. Nou, doe het dan. Het verhaal? Nee. Nee, dat hoeft dus niet. Ja. Het staat gewoon op zichzelf, zeg maar, als...